Welcome to Servants of the Lord Ministries. Welkom bij Servants of the Lord Ministries. Mijn naam is Dr. Keith Jenkins. Ik ben de internationale coördinator. Voordat ik vandaag met de boodschap begin, zal ik eerst de roeping van deze bediening uitspreken. Jaar geleden zei God tegen Joseph Hitchcock: ik heb kinderen in elk land en jij hebt broers en zussen wiens harten naar mij uitroepen. Ze hebben mij gezocht voor bediening, zegeningen en gaven. Ik heb je die dingen gegeven en het heeft hen gezegend, maar ze deel van hun hart dat nooit is vervuld geworden en dat is gereserveerd voor een intieme relatie met mij. Nu schreeuwen hun harten naar mij, alleen om mij. Dat is naar wie ik je toestuur, omdat ik niet wil dat ze jaren nodig hebben om tot mij te komen, zoals dat bij jou toen het geval was, omdat er niemand was om jou te laten zien hoe je dat moest doen. Service of the Lord's Ministries is een onderwijs- en trainingsbediening die naar het lichaam van Christus is gezonden om mensen te bereiken wiens hart uitgaat naar God. Deze boodschap is voor hen om die hem willen leren kennen, in hem willen opgroeien en klaar willen zijn voor zijn verschijning. Vandaag spreek ik over de boodschap over bekering van dode werken. Hebreeën 6 vers 1. Paulus schreef: daarom, nalatende het beginsel van de leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God. Het woord volmaaktheid wordt vertaald door Strong's woordenboek als de staat, volledigheid, mentaal of moreel. Bekering van dode werken is fundamenteel. Je zult na vele jaren een baby in Christus blijven als je je alleen bekeert van slechte werken. Een dood werk is elk werk dat de Heilige Geest je niet heeft opgedragen om te doen. Zonder echt berouw doe je levenloze werken in Jezus' naam vanuit je beperkte kennis van goed en kwaad, vanwege leugens die je wilt geloven, dat je nog steeds perfect kunt zijn en je kunt doen wat je wilt, wanneer je wilt. Efeziërs 2 vers 8 tot en met 10. Paulus schreef: in welke gij eerstijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder welke ook wij allen eerstijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Genade is er om van je fouten te leren en je te bekeren van dode werken, voordat de tijd om is. Houd een dagboek bij en je zult het ontdekken. Als je dode werken doet, dan zit je niet op Gods perfecte timing en ben je niet klaar voor het onverwachte. De werken die je doet, moeten van hem zijn, niet van jou. 1 Korintiërs 3 vers 13 en 14. Paulus schreef: eens ieder werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, daar het door vuur geopenbaard wordt, en hoedanig eens ieder werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. In plaats van alles tot het laatste moment over te laten, gebruik je de dagelijkse onverwachte omstandigheden om nu te onthullen of je wel of niet in de geest bent. Als je geloofd hebt, zul je jezelf weer oppakken en God zoeken naar de redenen waarom je onder druk hebt gezondigd. De werken die God behagen zullen je ondersteunen in een beproeving en je kunt erop bouwen. Romeinen 10 vers 2 tot en met 4. Paulus schreef over de Joden: want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de gerechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de gerechtvaardigheid Gods niet onderworpen, want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft.
De wet brengt wel enige overtuiging van zonden, maar je blijft ontwetend als je je niet bekeert van dode werken en Jezus niet volgt op de smalle weg. Je hebt de troost van de Heilige Geest nodig om tot de kern van de zaak door te dringen, die berouw met goddelijke leedvermaak vereist. Je bent gezonden om diegenen te helpen die dagelijks vertrouwen op aardse wijsheid, geld en kennis en die naar hun vlees luisteren als de dingen ongemakkelijk worden. We lezen Johannes 1, vers 1 tot en met 3. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Gehoorzaam eerst de geest zonder begrip en je zult geestelijk opgroeien. Jezus is het woord en de minnaar van je ziel als je een kind van God bent. Een dode ziel is als een lege batterij van binnen die geen stroom meer geeft. Niet verbonden met de bron door de zonde. Dode werken is alles wat van jou komt. Leven komt alleen van God door onze Heer Jezus Christus, die het levende woord is. We lezen Lucas 8, vers 20 en 21. En hem werd geboodschap van enigen die zeiden, uw moeder en uw broeder staan daar buiten, begerende u te zien. Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen, mijn moeder en mijn broeders zijn deze die Gods woord horen en datzelfde doen. Goed is de vijand van het beste. Als je wederom geboren bent, kom je misschien niet in de verleiding om te doen wat je weet dat verkeerd is volgens Gods wetten, maar velen komen in de verleiding om een goed werk te doen in Jezus' naam. Matthäus 7, vers 22 en 23. Jezus zei, velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, en in uw naam duivelen uitgeworpen, en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Om van de waarheid af te wijken, dat is ongerechtigheid, moet je je hart verharden, of de gaven van de geest gebruiken om een compromitterende levensstijl te rechtvaardigen. Je zou op zoek moeten zijn naar gerechtigheid om door God te vragen wat hij wil doen en wanneer. Filippenzen 2 vers 12. Paulus schreef alzo dan mijn geliefde, gelijk gij te alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezigheid, werk uw zelfzaligheid met vrezen en beven. In het boek Wakker worden de tijdraak op deel 2 schrijft Joseph Hitchcock het volgende. God werkt in ons, zodat we zijn wil willen doen. Hij maakt aanpassingen in ons. Als we koppig zijn, moet hij onze aandacht trekken. We zeggen vaak, God zal mijn wil niet terzijde schuiven. Hij geeft je de keuze, maar hij kan zeker druk op je uitoefenen om je keuze te veranderen. Hij zal duidelijk maken dat er consequenties zijn als je niet verandert. Jij maakt de keuze, maar hij zal je helpen om de juiste keuze te maken. Filippenzen 2 vers 12 staat in de Amplified Bijbel als volgt. Dus dan, mijn geliefde, zoals jullie altijd mijn instructies met enthousiasme hebben gehoorzaamd, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nu nog veel meer in mijn afwezigheid. Ga door met het uitwerken van jullie eigen verlossing, dat wil zeggen, cultiveren, het doel uitvoeren en volledig voltooien met eerbied en ontzag en beven, zelf twijfel, met ernstige voorzichtigheid, tederheid van het geweten, waakzaam voor verleiding, schuchter terugdeinzend voor alles wat God zou kunnen beledigen en de naam van Jezus Christus in discrediet zou kunnen brengen. Als je geen tijd investeert in je communicatie en geen beslissingen neemt met je verstand, dan is dat een keuze.
Wie zijn verlossing uitwerkt met vrees en beven, begint met overtuiging van zonden. Als je niet tegen God wilt zondigen, leer dan om je te laten beheersen door de Heilige Geest. Door geloof is het mogelijk om moreel en mentaal compleet te zijn onder elke druk die God toestaat. Als je gehoorzaam bent, is het ook mogelijk om onmiddellijk te gehoorzamen. Om je verlossing te voltooien, heb je nodig 1. Ernstige voorzichtigheid met zelfvertrouwen. 2. Tederheid van het geweten op elk niveau van uithoudingsvermogen. 3. Waakzaamheid tegen verleiding. 4. Timiditeit die ineenkrimpt voor alles wat niet zijn perfecte wil is voor jouw leven in gedachten, doel en actie. Zelfs als anderen doen wat ze willen, wanneer ze dat willen. Jezus zei tegen zijn discipelen dat ze moesten waken en bidden. Na het kruis hadden ze slechts korte ontmoeting met hem omdat zijn geest zou komen en hen om hen te leiden. Een werk dat onafhankelijk van God wordt gedaan zal God niet tevreden stellen omdat het niet aan al zijn eisen voldoet. Johannes 5, vers 30. Jezus zei, ik kan van mezelf niets doen, gelijk ik hoor, oordeel ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des Vaders die mij gezonden heeft. Je eigen wil raadplegen vereist dat je je eigen verstand gebruikt. Jezus raadpleegde zijn eigen wil niet. De geestelijke denkgeest is stil, luistert en geeft een voorrang aan gedachten die van God afkomen. De geestelijke mens zal onmiddellijk vertrouwen en gehoorzamen. Jezus kwam in het vlees en wilde de wil van de Vader doen. Hij vertrouwde op de Heilige Geest over wat hij perfect moest doen en wanneer. Hij is het woord en schreef het verlossingsplan. Maar hij onderwierp dat plan aan God. Titus 2, vers 14. Paulus schreef die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Het woord goed wordt vertaald door Strong's woordenboek als naar behoren mooi, maar vooral figuurlijk goed, letterlijk of moreel, dat wil zeggen waardevol of deugdzaam voor uiterlijke of gebruik, en dus onderscheiden dat naar behoren intrinsiek is, beter, eerlijk, ontmoeten, waardig. Iedereen die klaar is voor zijn verschijning, probeert onder steeds meer druk de deugdzame werken van de Vader te doen, zonder van de waarheid af te wijken. Jezus heeft de prijs volledig betaald om je van alle ongerechtigheid te verlossen en van alle je fouten te leren, maar dit is vooral voordat je sterft of wanneer Jezus terugkomt. Jacobus 2, vers 17. Jacobus schreef, alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Je geloof is dood zonder bekering van dode werken. Wat je in je hart gelooft, is wat je doet in ingewikkelde situaties. Je kunt perfect functioneren op een lager drukniveau, maar toch meer van je vlees houden dan van God omdat je geloof zwak is of ontbreekt. Lessen van geloof waarin je niet naar God luisterde en naar je vlees luisterde onder de druk kunnen nu herhaald worden. 2 Timotheus 1 vers 9. Paulus schreef aan Timotheus, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Er schuilt geen gevaar in het vragen om moeilijkere en zwaardere omstandigheden. Zijn genade is voldoende. Hij is de Heer en heeft je op dit moment hierheen gestuurd om de excuses van anderen het zwijgen op te leggen, door God te vragen en meer genade te krijgen om te gehoorzamen aan wat God je opdraagt. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.
Johannes 10, vers 27 tot en met 30. Jezus zei, mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen en niemand kan ze rukken uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één. Wij geloven dat Jezus in het vlees kwam. Jezus was in zijn menselijkheid één met zijn Vader door de Heilige Geest zonder zijn goddelijkheid te gebruiken. De schapen die hem volgen krijgen het geschenk van eeuwig leven omdat ze dat nodig hebben. Met dit geschenk kun je één zijn met God de Vader door Jezus dood aan het kruis. Zij die zijn stem horen en gehoorzamen zullen niet verloren gaan. Zij die excuses maken voor ongehoorzaamheid zijn niet in de palm van zijn hand en ervaren onnodig lijden als gevolgen daarvan. Lucas 13, vers 2. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee. Zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen evenzo vergaan. Zij die ontwetend zijn, geloven niet dat het nodig is om je te bekeren van dode werken, omdat ze nog steeds willen doen wat ze willen, wanneer ze dat willen, en het vlees willen dienen. Bij jouw redding had je verteld moeten worden om je te bekeren van dode werken, je vrije wil op te geven en hem alle beslissingen te laten nemen. Hij kent het einde vanaf het begin. Johannes 17, vers 1 tot en met 3. Dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide, Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke, gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwig leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Zijn heilige wandel door geloof in het licht, dat ze hebben en krijgen genade en barmhartigheid door te doen wat hij zei. Zij die wederom geboren zijn door berouw van dode werken, krijgen het geschenk van eeuwig leven sinds Jezus stierf. Degenen zonder een stevige greep op het geschenk van eeuwig leven, volgen Jezus niet. Hebreeën 13, vers 5 tot en met 8. Paulus schreef, uw wandel zij zonder geldgierigheid en wees vergenoegend met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal aandoen. Gedenk uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volg hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandeling. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in eeuwigheid. De communicatiemethode tussen zijn heilige en de Heer Jezus Christus zal niet veranderen, omdat Jezus voor altijd dezelfde is. Leer zijn stem te horen en gehoorzaam als je vrijmoedig wilt zeggen dat hij jouw helper is. Je verstand gebruiken door een gebrek aan tevredenheid vernietigt de menselijke ziel, die onderworpen is om van God te horen. Degenen die boven je staan zouden moeten spreken over het horen van de Heer en dat hij hen bevrijdt in ingewikkelde situaties. We lezen Handelingen 9 vers 4 tot en met 9. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide, wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de versenen tegen een prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal?
En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem over de weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand, en zij hem bij de hand leidende brachten hem te Damascus. En hij was daar 3 dagen dat hij niet zag, en at niet en dronk niet. Paulus, die oorspronkelijk Saul heette, was gebroken. Hij volgde een weg die goed leek en bekeerde zich van dode werken nadat de Heer Jezus hem ermee confronteerde. Hij kreeg genade vanwege onwetendheid en ongeloof. Paulus luisterde en voegde niets toe of af van de instructies die hij hoorde op de weg naar Damascus. We lezen Handelingen 9, vers 17 tot 20. En Ananias ging heen en kwam in het huis, en de handen op hem leggende, zeide hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij weer ziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond weer ziende, en stond op en werd gedoopt. En toen hij spijs genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon van God is. Paulus bleef ongemakkelijk terwijl Jezus de hand uitstak naar Ananias, die bezorgd was over de komst van Paulus naar Damascus. Paulus was volledig in geloof, maar blind zodat hij niemand anders zag, en de eerste persoon die hij zag was niet Petrus. Meteen begon hij te luisteren naar de ervaringen van de discipelen in Damascus en getuigenis van God die hen hielp door de Heilige Geest. Hebreeën 4, vers 9 tot en met 11. Paulus schreef, en blijf dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft ook zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Streef erna om als een klein kind te zijn en nu het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Als je naar je vlees luistert, zul je worstelen, twijfelen en God ongehoorzaam zijn. Je zult eerst aan eten en andere dingen denken omdat je prioriteiten verkeerd zijn. Door in elke situatie de heerschappij van Christus over te nemen, zul je lijden en omkomen zoals de Joden in de woestijn vanwege hun eigen ongeloof. Jezus is Heer. Degenen die hun eigen verstand gebruiken om beslissingen te nemen, zijn de rust niet binnengegaan door bekering van dode werken. Galaten 5, vers 13 en 14. Paulus schreef, want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit. Gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Het woord vrijheid wordt vertaald door Strong's woordenboek als vrijheid, wettig of losbandig, voornamelijk moreel of ceremonieel. Vrijheid is een wettelijke vrijheid die vleeselijke christenen gebruiken om iets te doen wat niet van zijn volmaakte wil is, omdat ze 2 meesters dienen. Ze luisteren naar hun eigen ideeën, methoden en meningen omwille van hun eigen vlees. 1 Korintiërs 6 vers 12. Paulus schreef, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar ik zal mij onder de macht van geen ding laten brengen. Het woord nuttig wordt vertaald als inclusief zijn plaatsvervanger, samendragen, bijdragen, dat wil zeggen letterlijk verzamelen, of figuurlijk samenbrengen, vooral onzijdig deelwoord als zelfstandig naamwoord, voordelen.
beter zijn voor, opportun zijn, goed zijn, voordoen. Zij die vragen wat ze kunnen doen in plaats van wat God wil dat ze doen, hebben zich niet bekeerd van dode werken. Als je God vraagt of je iets kunt doen dat niet direct in strijd is met Gods wetten, dan zul je ja horen. Gods toelaatbare wil is echter nooit de beste. Het is kinderachtig en onvolwassen om Gods toelaatbare wil te zoeken omwille van je vlees, terwijl je je genade hebt om Gods volmaakte wil te doen door geloof. De genade zal vervagen als je niet vraagt wat Hij wil dat je doet en alleen wat je mag doen. Hebreeën 6 vers 1 staat in de Amplified Bijbel als volgt. Laten wij daarom doorgaan en het elementaire stadium in de leer van en doctrines van Christus de Messias voorbij gaan en gestaag doorgaan naar volledigheid en perfectie die bij geestelijke volwassenheid horen. Laten we niet opnieuw het fundament leggen van bekering en het opgeven van dode werken, doodformalisme en van het geloof waardoor je je tot God hebt gekeerd. Een solide basis omvat drie dingen. 1. De leer van Christus wordt gevestigd in steeds meer gebieden van je leven als je gerechtigheid zoekt. 2. Bekering van werken die niet resulteren in een welgevallig antwoord van God, doordat de Geest over je komt, zodat Hij je kan bijstaan. 3. Geloof dat alleen op God is gericht door berouw, waar het eerder verkeerd was gericht. Gods genade om te gehoorzamen is overvloedig na je bekering tot Christus als je gelooft. Wijze christenen ontwikkelen hun communicatie met God zo snel mogelijk uit liefde voor Hem. Romeinen 12 vers 3. Paulus schreef, want door de genade die mij gegeven is, zeg ik in ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, zoals God in ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Je denken moet nuchter zijn en niet nadenken over wat je hierna gaat doen nadat Jezus Heer hebt gemaakt. Degenen die God niet alles vragen zijn hoogmoedig, omdat ze zich niet bekeerd hebben van de dode werken. 2 Korintiërs 8, vers 1 tot en met 7. Paulus schreef, voorts maken wij u bekend, broeders, de genade van God, die in de gemeente van Macedonië gegeven is, dat in vele beproevingen der verdrukking de overvloed van hun beleidschap en hun zeer diepe armoede overvloedig geweest is tot de rijkdom van hun milddadigheid. Want ze zijn na vermogen, ik betuig het, ja, boven vermogen gewillig geweest. Ons met vele vermaningen biddenden dat wij wilden aannemen de gaven en de gemeenschap van deze bediening die voor de heiligen geschiet. En zij deden niet alleen gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons door de wil van God. Alzo dat wij Titus vermaanden dat gelijk hij tevoren begonnen had, hij ook alzo nog deze gaven bij u voleindig zouden. Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt in geloof, en in het woord, en in de kennis, en in alle naastigheid, en in uw liefde tot ons ziet, dat gij ook in deze gaven overvloedig zijt. Er is genade voor waar je nu bent, maar er is geen genade om te blijven waar je bent. Genade is er in overvloed voor hen die een levend offer zijn geworden om anderen te dienen volgens de wil van God. Galaten 3 vers 1. Paulus schreef, o, gij uitzendige gelaten, wie heeft u betoverd, dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, voor wie ogen Jezus Christus tevoren geschilderd is geweest onder u gekruisigd zijnde. In het boek Wakker worden de tijdraak op deel 1 schrijft Joseph Hitchcock het volgende. Je hoeft alleen maar te luisteren en te gehoorzamen. Al het andere is zijn verantwoordelijkheid. Stop met God te helpen. Als je geestelijk leven niet werkt,
help je op de een of andere manier. Denk aan dit citaat van Arthur Byrd uit het boek Pebbles to Slay Goliath. Als je God veel helpt, kan hij weinig doen. Als je hem maar een beetje helpt, kan hij veel doen. Maar als je hem helemaal niet helpt, kan hij alles doen. Laat los en laat God toe. Als je goede werken doet of gehoorzaamt aan de waarheden die je van God ontvangt in je vergeestelijk vlees, probeer je hem te helpen. Je goede werken zien er misschien geestelijk uit, maar ze zullen geen intimiteit met God voortbrengen. Je zou goede werken moeten doen omdat je een relatie met hem hebt. Je doet de werken die hij je opdraagt omdat je van hem houdt, niet om iets van hem te krijgen. Door druk komen verkeerde prioriteiten aan het licht waar je geen diepe rouw over hebt gehad. Slechte vruchten die zich manifesteren in ingewikkelde situaties kunnen door God gebruikt worden om diegenen wakker te schudden die de aarde, oppervlakkige levens leiden en zich moeten bekeren van dode werken in de kerk. Je bent ongelovig en maakt excuses voor het niet gehoorzamen aan de waarheid die je door overtuigingen van zonden ervaart. Je zult nooit geestelijk groeien door je eigen wil te raadplegen en in plaats daarvan naar een verkeerde stem te luisteren. Romeinen 8 vers 14, want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Degenen die getraind worden in de bediening krijgen vaak de taak om meerdere uren te reizen tussen plaatsen tijdens een bedieningstocht. Zij moeten op een bepaalde tijd aankomen op de volgende plaats waar iedereen verblijft. Onderweg is er gelegenheid om te bidden en in korte tijd meer dan één toeristische attractie naar elkaar te bezoeken. Alleen de nederige persoon kan Gods plan voltooien en op tijd zijn door God te erkennen. Er was iemand die na een lange rit 5 minuten te laat aankwam en niet blij was met de correctie die van zijn autoriteit kwam en zei, je hebt de Heer gemist. Deze late aankomst was niet voor het begin van de kerkdienst, maar voor de tijd en plaats waar iedereen even kon uitrusten voor de samenkomst. Maar een late aankomst is een zegen omdat dit dode werken kan identificeren die bekering nodig hebben. Johannes 1, vers 9 tot en met 11. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Jezus kwam om verborgen werken van de duisternis bloot te stellen, zodat iedereen die gelijkvormig is aan deze wereld zichzelf kan redden door zich te bekeren van dode werken en in zijn licht kan komen. De Joden ontvingen Jezus niet op 30-jarige leeftijd. Ze zouden hem hebben ontvangen als hij ouder was geweest en een beetje religieus zoals zij, maar dat was hij niet. Degenen die in het lichaam van Christus een romantische kijk op Jezus hebben, krijgen niet de kracht om de zonen van God te zijn. Hebreeën 12 vers 5 tot en met 8. Paulus schreef, en gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren, en bezwijk niet als gij door hem bestraft wordt. Want wie de Heer lief heeft, kastijdt hij, en hij geestelt iedere zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen, want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Om Jezus nu te ontvangen, moet je de kastijding en correctie die de Heilige Geest brengt omarmen. Veroordeling is een zegen. De Joden begrepen de zonden van de opdracht door de wet, maar ze begrepen de zonden van verzuim niet, omdat ze niet klaar waren voor zijn koninkrijk toen hij de eerste keer kwam.
de zonden van verzuim, is het niet elke dag doen wat je nu moet doen om klaar te zijn voor de roeping die Hij voor je leven heeft en voor zijn verschijning. De zonden van verzuim kan een eenvoudige taak zijn, zoals het niet elke dag je tanden poetsen als een kind. God liet Johannes de Doper opstaan om de weg van Christus te bereiden, los van de kennis van de wet. Hij moest perfect zijn in timing en leren van zijn fouten om te kunnen overleven in de wildernis. Door niet te leunen op je eigen inzichten bleef hij nederig en kreeg Johannes de autoriteit en macht die hij nodig had. En er is genade op de smalle weg. We lezen Matthäus 14, vers 24 tot 28. En het schip was nu midden in de zee, zijnde in de nood van de baren, want de wind was hun tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus af tot hen, wandelde op de zee. En de discipelen, ziende hem op de zee wandelen, werden ontroerd en zeggende: het is een spook, en ze schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende: wees goedsgemoed, ik ben het, vrees niet. En Petrus antwoordde hem en zeide: Heere, indien gij het zijt, zo gebied mij tot u te komen op het water. De discipelen staakten niet eerder over toen Jezus hen zei dat ze dat moesten doen en de winden op het meer werden tegendraads. Toen Petrus Jezus 's avonds over het water zag lopen, was hij niet verontrust. Petrus vroeg Jezus om hem te bevelen te geven om over het water te lopen, omdat hij wist dat als het Jezus was, hij niet zou zinken door de kracht die uitgaat van het gehoorzamen aan hem. Toen Jezus antwoordde: kom, was Petrus verbaasd, maar ontving hij de kracht om te doen wat in de natuur moeilijk of onmogelijk was. We lezen Johannes 1, vers 12. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Als je vanuit je hart gelooft in zijn naam of zijn autoriteit, dan ontvang je ook kracht om te doen wat Jezus je opdraagt door de geest. Er is altijd genade om te gehoorzamen, zelfs als dat betekent dat je zelfs over het water moet lopen. Als je niet gelooft in zijn vermogen om dat te doen wat hij beveelt, zul je uiteindelijk weer dode werken doen, luisteren naar je vlees en wegzinken in twijfel en ongeloof. We lezen Openbaringen 20, vers 12 en 13. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in het boek geschreven was, naar hun werken. En de zee gaven de doden, die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren. En ze werden geoordeeld, en ieder naar hun werken. Als de boeken worden geopend bij het laatste oordeel, zal daarin staan wat je hebt gegeten, wat je elke dag hebt gedaan om te bewijzen dat je nog steeds je verstand gebruikt om beslissingen te nemen. De werken die je in het vlees doet, zullen Gods test niet doorstaan, hoe mooi ze ook zijn. Degenen die bij het laatste oordeel verschijnen, zijn daar omdat ze ervoor hebben gekozen om voor hun eigen vlees een leugen te geloven dat hun dode werken goed genoeg zijn. Jezus zei: en ook uw haren van het hoofd zijn alle geteld. In de hemel wordt alles bijgehouden wat je in het leven hebt gedaan. Twijfel niet. God heeft geen beperkte opslagruimte voor de boeken die Hij over jou heeft geschreven en vertrouw ook niet op de computerbackups om al deze informatie up-to-date te houden. Luie gelovigen hopen dat ze het oordeel kunnen ontlopen door aan het einde een oprecht gebed te doen. Deze veronderstelling is erg populair onder comfortabele gelovigen die twee meesters dienen en zich niet hebben bekeerd van dode werken. Ook zij zullen bij de grote witte troon verschijnen omdat ze niet houdt van correctie en overtuiging van zonden door de Heilige Geest die nu beschikbaar is. Jacobus 4, vers 8 tot en met 12. Jacobus schreef:
Over spelers en over speelsters weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Of meent gij dat de schrift te vergeefs zegt? De geest die in ons woont, heeft die lust tot nijdigheid? Vernedert u voor de Heer, en hij zal u verhogen. Broeders, spreek niet kwalijk van elkander die van zijn broeder kwalijk spreekt, en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet, en oordeelt de wet. Indien gij nu de wet oordeelt, zo zult gij geen dader der wet, maar rechter zijn. Er is een enige wetgever, die behouden kan en verderven. Doch wie zijt gij, die een ander oordeelt? Degenen die verstrooid werden in de vervolging, werden door Jacobus verteld dat ze moesten kijken naar hun slechte vruchten die verschenen. Eerlijk moesten zijn en tot hem moesten naderen. Als je je nu bekeert, ben je verstandig, want later heb je geen tijd meer. Jezus is de rechter. Als je Jezus nadert door jezelf te vernedigen, stapt hij van de troon van het oordeel af en nadert hij jou voor die laatste dag. Spreuken 3 vers 3. Salomo schreef dat de goede tierenheid en de trouw u niet verlaten en bind ze aan uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. Er is geen genade en barmhartigheid bij het laatste oordeel, tenzij hij een uitzondering maakt. Je kunt niemand anders veroordelen of de schuld geven van jouw gemiste kansen en ongehoorzaamheid, zelfs niet als anderen het probleem lijken te zijn. God kan een weg maken waar geen weg lijkt te zijn. Zelfs de duivel is niet het probleem. Psalm 51 vers 4 tot en met 6. David schreef: was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Het woord ongerechtigheid wordt vertaald door Strongs als een opstand, nationaal, moreel of religieus, een zonde, overtreding. We horen vaak alleen een getuigenis van iemand die tot Christus komt door openlijk te zondigen. David wilde grondig gewassen worden van zijn zonden. Hij wist dat het niet steeds één zonde was, maar een heel wortelstelsel van egoïsme en leugens dat hem ongehoorzaam maakte. Wie zich laat meeslepen door de begeerte van het vlees, luistert naar een verkeerde stem. Als je wilt dat Jezus je grondig wast van al je ongerechtigheid, moet je je persoonlijke overtredingen erkennen en de leugens die je kiest te geloven omwille van je eigen vlees. Romeinen 12 vers 1 tot en met 2. Paulus schreef: ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande, het welk is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Denken is gevaarlijk. Je verstand zal volledig verniet worden in situaties waarin je moet dienen door God consequente vragen om te overwinnen. Alles wat gelijkvormig is aan deze wereld zal Gods test niet doorstaan. Romeinen 8 vers 7. Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich aan Gods wet niet, want dat kan het ook niet. Vleeselijke christenen die trouw proberen te zijn aan hun emoties en gevoelens geloven leugens dat ze rechtvaardig zijn om dode werken te doen omwille van hun eigen vlees. 2 Korintiërs 10 vers 7. Ziet gij aan wat voor ogen is, indien iemand bij zichzelf betrouwt dat hij van Christus is, die denken dit weer uit zichzelf, dat gelijk hij van Christus is, als ook wij van Christus zijn. Paulus' uiterlijke veranderde toen hij Christus volgde op de smalle weg. Hij had niet het uiterlijk of de levensstijl van de vleeselijke Korintiërs door bekering van dode werken.
Matthäus 10, vers 32 en 33. Jezus zei, en ieder dan, die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochenen zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. Je zou Jezus Heer kunnen noemen als niemand anders luistert. Degenen die de Heer verloochenen in deze laatste dagen, wanneer deze wereld geen oplossing meer kan bieden, zullen veel kansen krijgen om te wijzen dat Jezus de Heer is. Galaten 5, vers 16 en 17. Paulus zei, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheid van het vlees niet, want het vlees begeert tegen de geest, en de geest tegen het vlees, en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet wat gij maar wildet. Je kunt de innerlijke strijd stoppen door het vlees te doden. Als je niet van het vlees houdt, doe dan stappen voor stap gehoorzaam aan de Heilige Geest en al snel zul je door geloof wandelen. Je weet misschien niet welke richting God je door de geest op wil sturen, maar je zal geen richting zijn die je vlees prettig vindt. Er is geen excuus om niet te doen wat God wil. Hij zal je met je meegaan en je ook bijstaan. We lezen Genesis 3, vers 6 tot en met 8. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijs en dat hij een lus was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man met haar en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en ze werden gewaar dat zij naakt waren. En ze hechten vijgenbloemenbladeren samen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelden in de hof aan de winst des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God, in het midden van het geboomte van de hof. Je geest en je vlees zullen je verraden. Alleen God weet wat je elke dag perfect moet doen. Je verstand moet stil zijn en niet reageren op deze wereld om de zonde te overwinnen. De kennis van goed en kwaad is overal. Je moet geloven dat God spreekt, zelfs als het niet zo lijkt. De boom des levens stond centraal in de tuin van Eden. De verkeerde boom verleidde Eva omdat haar prioriteiten verkeerd waren. Adam zondigde omdat hij naar zijn vrouw luisterde om de verboden vrucht te nemen. We lezen Jesaja 30 vers 1. Wee de kinderen die afvallen, spreekt de Heere, om een raadslag te maken, maar niet uit mij. En om ze niet met een bedekking te bedekken, maar niet uit mijn geest, om zonde tot zonde te doen. Wie zich verbergt voor correctie en veroordeling verzondigt alleen maar meer. Iedereen in het lichaam van Christus zou een bedekking moeten hebben van iemand anders die consequent op de smalle weg wandelt of het voorbeeld volgt van iemand anders die onderworpen is. Onderworpen zijn is aan het einde van elke week een verantwoording afleggen over je eigen gedrag ter correctie. Twee paar ogen zijn beter dan één. We lezen Jesaja 29 vers 13 tot 16. Want de Heere heeft gezegd, omdat dit volk tot mij nadert met hun mond en zij mij met hun lippen eren, doch hun hart ver van mij doen en hun vrezen waarmee zij mij vrezen, mensen geboden zijn die hun geleerd zijn. Daarom, ziet, ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar, want de wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal zich verbergen. Wee hun die zich diep versteken willen voor de Heere, hun raad verbergende en wie werken in duisterheid geschieden. En zij zeggen, wie ziet ons en wie kent ons? Uw omkering is alsof de pottenbakker geacht werd als leem, zodat hij het maagsel zeide van zijn maker, hij heeft mij niet gemaakt. En het geformeerde vat van zijn pottenbakker zeide, hij verstaat het niet. Als de wijsheid in deze wereld wordt genegeerd en Gods mensen Jezus gewoon Heer noemen, doet God een wonderbaarlijk werk. Hij gebruikt de compromisloze rechtvaardigen om waarheid te brengen.
Zij zullen gedijen door zich vast te klampen aan goddelijke wijsheid, terwijl anderen plat op hun gezicht vallen als deze wereld vergaat. Jezus zei, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die dat doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Er is geen excuus voor iemand die wederom geboren is om zijn eigen begrip te vertrouwen als hij de geest van Christus in zich heeft. Het niet doen van zijn volmaakte wil is Gods bespotten als je wederom geboren bent. De genade is op voor al diegenen die hem Heer noemen en in plaats daarvan hun eigen gevoelens en emoties gehoorzamen of hun verstand gebruiken om beslissingen te nemen. Jezus zei, wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden, want gij zijt aan witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbinderen en alle onreinheid. Het woord wee wordt vertaald door Strong's woordenboek. Het is een primaire uitroep van verdriet. De kerk die uiterlijke gerechtigheid accepteert, die overvloedig is in zonde en ongerechtigheid, zal zich moeten bekeren van dode werken en niet alleen van slechte werken om te ontsnappen aan het verdriet en pijn in deze laatste dagen. Goddelijke correctie en overtuiging van de zonden zullen je vrijmaken. God kan alle dingen ten goede voor je bewerken als je jezelf verootmoedigt, vernedert en je zonde beleidt. Johannes 3, vers 19 tot 21. En Jezus zei, en dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn. Openbaring die je ontvangt door overtuiging van de Heilige Geest is het licht dat je nodig hebt om je te bekeren van dode werken en te zien wat je vlees in het verleden heeft laten doen. Je leert ook van God dat voorkomen beter is dan genezen. Wie in het licht leeft, heeft geen vertrouwen in het vlees. Hebreeën 4 vers 12 en 13. Paulus schreef, want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling van de ziel en van de geest en van de samenvoegselen en van het merg en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten en er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopenbaard voor de ogen van hem met wie wij te doen hebben. Hoe sta jij tegenover het licht dat hij brengt? Je kunt je voor God niet verbergen. Het is beter om nu in het licht van zijn woorden te komen en genade en barmhartigheid te krijgen dan aan het einde het oordeel onder ogen zien. Paulus schreef ook, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot het troon der genade, opdat wij de barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Hij voorziet in alles wat je nodig hebt om te gehoorzamen, omdat hij God is. Er is geen excuus om zijn bevelen niet te gehoorzamen of zijn instructies niet op te volgen. Jouw deel is om je te bekeren en te geloven. We lezen Genesis 3, vers 9 en 10. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Adam en Eva zondigden tegen God en maakten voor zichzelf iets anders om hun naaktheid weg te nemen met nog meer dode werken. Adam verloor de gemeenschap en intimiteit met God die hij in het begin ervoer door de zonde. Afgescheiden van God werd hij bang en deed geen belijdenis en kwam niet tot God. Zijn geest verraadde hem keer op keer. Adam luisterde naar zijn eigen gevoelens en emoties. Openbaringen 3, vers 14 tot 17. Jezus zegt, en schrijf aan de engel van de gemeente der Laodicensen, dit zegt de Amen, de trouwe,
en waarachtige getuigen, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken dat gij nog koud zijt, nog heet, och, of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt, nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijk geworden en heb aan geen ding gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. De wederomgeborenen die de wijsheid van deze wereld gebruikt omwille van hun eigen vlees in deze wereld, zijn geestelijk naakt. Degenen die koud zijn en slechte werken doen nadat ze de gevolgen van de zonden hebben geoogst, zullen wakker worden en kunnen tot bekering komen voordat de tijd om is. Maar dat geldt niet voor de lauwen. Jezus gaat verder in vers 18 tot en met 20. Ik raad u dan dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moog worden, en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden en de schande van uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden. En hij met mij. Het woord ijverig wordt vertaald door Strong's woordenboek als een warm gevoel hebben voor of tegen, affecteren, ernstig begeren, een verlangen hebben, bewegen met afgunst, jaloers zijn, ijverig zijn. De druk op de smalle weg zal verkeerde prioriteiten blootleggen, waardoor je meer tijd hebt om je te bekeren en in plaats daarvan iets te doen wat wel acceptabel is. Wees ijverig voor God door je hart voor God te openen en in deze laatste dagen en heb berouw over het maken van beslissingen met je verstand. Johannes 3 vers 12. Niet gelijk Kain, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg, en om wat oorzaak sloeg hij hem dood, omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Abel was een goed voorbeeld voor Kain. Als God iemand in je leven heeft geplaatst, onderwerp je dan. Ze zijn misschien niet zo goed opgeleid als jij, maar ze zijn wel geestelijk. Kain was jaloers op zijn broer. Je kunt geen perfect aanvaardbaar werk aanbieden als je eigen broer in Christus haat en je niet onderwerpt. Judas 1 vers 12 en 11 en 12. Judas schreef, wee hun, want ze zijn de weg van Kain ingegaan en door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij heen gestort en ze zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Deze zijn vlekken in uw liefdesmaaltijden en als zij met u ter maaltijd zijn, wijden ze zichzelf zonder vrees. Ze zijn waterloze wolken, die door de winden omgedreven worden. Ze zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Niemand kan God en geld dienen. Het houden van liefdadigheidsfeesten met veel gasten is een dood werk als God die niet heeft toegestaan. Je hebt geen gemeenschap nodig met de werken van de duisternis. We lezen Jesaja 17 vers 12. Wee de veelheid der grote volken die daar bruisen, gelijk de zeeën bruisen, en wee het geruis der natiën die daar ruisen, gelijk de geweldige wateren ruisen. In de kerk noemen velen hem gewoon Heer. De zee is de stem van de democratie. God stelt zich niet herkiesbaar en luistert niet naar een groot lawaai. Hij is Heer. Bekering van dode werken betekent dat je de werken doet die hij voor jouw leven gepland heeft. Hij zal niet van gedachten veranderen. Zijn werken doen vereist geloof in God vermogen om te doen wat hij zegt dat hij door jou kan doen, of je nu getalenteerd bent of niet. 1 Petrus 4, vers 16 tot 18.
Petrus schreef, maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in dit opzicht. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde van zijn van hen, die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardigen nauwelijks zalig worden, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Het oordeel in de kerk is begonnen. Het goede nieuws is dat Jezus vanaf nu de Heer van je leven wil zijn en alle beslissingen wil nemen. Hij wil niet dat zijn kinderen lijden tenzij het echt nodig is en ze zullen extra genade krijgen als ze dat wel doen. God is niemands schuldenaar. 1 Korintiërs 11, vers 31 en 32. Paulus schreef, want indien wij onszelf oordelen, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zij die het oordeel aan het einde onder ogen zien, zullen geen tijd hebben om berouw te tonen. Zij die nu de kastijding verdragen en zich bekeren van dode werken, zullen niet met de wereld worden geoordeeld. Matteüs 15, vers 7 tot en met 9. Jezus zei, gij geveinsde, terecht heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende, dit volk nadert mij met hun mond en eert mij met hun lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij. Toch tevergeefs eren zij mij, lerende leringen die geboden van mensen zijn. Kerkgenootschappen die Christus en zijn leer afwijzen, hebben deze vervangen door hun eigen privé-interpretaties van wat God bedoelde, wat hij zei. Dit is zodat ze kunnen doen wat ze willen wanneer ze dat willen. Degenen die klaar zijn voor zijn koninkrijk vertrouwen nu volledig op de Heilige Geest om hen te corrigeren vanuit zijn woord. We lezen Handelingen 19 vers 1. En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus de bovenste delen des lands doorreishebbende te Efeze kwam en enige discipelen aldaar vindende. Zeide hij tot hen, hebt gij de Heilige Geest ontvangen toen gij tot geloof kwam? En ze zeiden tot hem, wij hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En ze zeiden, in de doop van Johannes. Maar Paulus zeide, Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in hem die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, en die hem hoorden werden gedoopt in de naam van de Heere Jezus. En toen Paulus hun de handen opgelegd hadden, kwam de Heilige Geest op hen en ze spraken met vreemde talen en profeteerden. En deze allen waren omtrent 12 mannen. De doop van Johannes was een doop van bekering, van slechte werken voor de Joden om te belijden en zich klaar te maken. De religieuze Joden kruisigden Jezus echter. Paulus vond een andere gelovige die niets wist over de Heilige Geest. Nadat ze hoorden over bekering van dode werken en geloof in God, ontvingen ze de doop met de Heilige Geest. Handelingen 1 vers 15. En in die dagen stond Petrus op in het midden der discipelen en sprak. Er waren nu een schare bijeen van omtrent 120 personen. Slechts 120 mensen volgden nog steeds de instructies van Jezus Christus in de bovenzaal en hadden hem niet verloochend. Menigten van 4000 en 5000 volgden niet meer vanwege de harde uitspraken. Zijn kruisiging onthulde dat hun prioriteiten voor politiek waren en niet geestelijk. Handelingen 1 vers 4. En toen hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de beloftes des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. De discipelen werden verteld Jeruzalem niet te verlaten en terug te keren naar hun gewone leven. God zou uit genade voor hen zorgen als ze hem alles bleven vragen.
Ze waren geroepen om discipelen te maken en anderen op dezelfde manier de kracht van de Heilige Geest te zien ervaren door zich te bekeren van dode werken. De apostelen hebben nooit meer een gewoon leven geleefd door Jezus of te volgen door de Heilige Geest. Romeinen 6 vers 10 tot en met 13. Paulus schreef, want dat hij gestorven is, dat is hij ter zonde eenmaal gestorven en dat hij leeft hij Gode. Alzo ook gij, houdt het daarvoor dat gij wel de zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam. En stel uw leden niet ter zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf goden als uit de doden levend geworden zijden, en stelt uw leden goden tot wapenen ter gerechtigheid. Het woord reken, zoals vers 11 zegt, houd het daarvoor, wordt vertaald door Strong's woordenboek als een inventariseren, dat wil zeggen schatten, letterlijk of figuurlijk, concluderen, tellen, achten, verachten, toerekenen, redeneren, veronderstellen, nadenken over. Lees voor meer informatie over de strijd om je verstand het boek Wakker worden, de tijd raak op, deel 2 van Joseph Hitchcock, hoofdstuk 14, de strijd om je geest. Het is niet genoeg om alleen maar te denken dat je vlees dood is en te bidden dat het sterft. Rekenen betekent een inventarisatie maken. Leg voor jezelf bewijzen vast van die keren dat je via je gedachten naar het vlees hebt geluisterd en God niet hebt gevraagd. Dit is opstandigheid. Verander door berouw van dode werken. Verbind je geest dan opnieuw met de Heilige Geest door zijn volmaakte wil te zoeken. Romeinen 6 vers 10 staat in de Amplified Bijbel als volgt. Want door de dood die hij stierf, stierf hij voor eens en voor altijd voor de zonden, en het leven dat hij leeft, leeft hij voor God in ononderbroken gemeenschap met hem. Jezus kwam om Gods perfecte wil te doen en te sterven. Jij bent ook hierheen gestuurd om zijn perfecte wil te doen. Om te zondigen moet je naar je eigen verlangens luisteren en het vlees via je denken toegang geven tot je eigen wil. Het vlees is volkomen ongezond, corrupt en levensloos. Als je met je verstand toegeeft aan je eigen emoties en gevoelens, geef je je leden over aan de zonden. Je zou achterdochtig moeten zijn ten opzichte van activiteiten waar je in het verleden van genoot zonder het de Heer te vragen. Want door deze gebieden zal je vlees versterkt zijn. Colossenzen 2 vers 14 en 15. Paulus schreef ooit gewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, innige wijze ons tegen was, en heeft dat uit het midden weggenomen, en aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar ten toon gesteld, en heeft er door over hen getriomfeerd. Jezus verwijderde een lange lijst van oordelen tegen ons toen hij aan het kruis hing. Hij deed niets om zichzelf te redden en God verhief hem met zijn kracht omdat hij nooit gezondigd had. Hij gaf iedereen de kans om op dezelfde manier te leven en openlijk op God te vertrouwen door geloof zonder te zondigen. Je bent geroepen om de beledigingen en de beschuldigingen van anderen weg te nemen. Onderwerp je aan God en leg anderen en de duivel het zwijgen op met je werken van gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Lucas 9 vers 23 tot 26. En Jezus zeide tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden.
Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen of schade aan zichzelf leiden? Want zo wie zich voor mij en voor mijn woorden zal geschaamd hebben, voor die zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en van de heilige engelen. Snijd alle relaties met de zonde af door deze instructies te volgen. Zelfs als je mishandeld of verkeerd begrepen wordt, gehoorzaam dan omwille van de gerechtigheid van de Heilige Geest. Als Hij het werk door je doet, is het gemakkelijk omdat het zijn werk zijn en niet de jouwe. Blijf nederig, onderwerp je aan zijn plan en doe wat hij zegt. En je ziel zal tot leven komen door elk woord dat van hem komt. Om je leven te redden, moet je je tijdelijke leven voor hem verliezen. Het alternatief is een schipbreukeling worden. Er zijn maar twee keuzes. Handelingen 2, vers 40. Petrus sprak, en met veel meer woorden betuigde hij en vermaande hij zeggende, wordt behouden van dit verkeerde geslacht. De corruptie in deze wereld komt doordat de mens het natuurlijke leersysteem gebruikt. De duivel is ook de kerk binnengedrongen via zogenaamde christelijke leiders die wijsheid willen door de kennis van goed en kwaad in plaats van door onderwerping aan de Heilige Geest. Leiders die vleeselijk gezind zijn, zijn net als Eva in de Hof van Eden, niet bereid om de prijs te betalen om Christus te volgen. Efesiërs 5, vers 8 tot en met 12. Paulus schreef, want gij waart eersttijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des Geestes is in alle goedheid en gerechtvaardigheid en waarheid. Beproevende wat de Heere wel behagelijk is, en hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze veeleer. Want hetgeen heimelijk door hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Het woord beproefd wordt vertaald door Strong's woordenboek als confronteren, vermanen, veroordelen, overtuiging, een fout aangeven, berispen. God zal keer op keer bewijzen dat er niets goeds is in het vlees voordat de tijd om is. Je kunt je mengen met mensen die goed lijken te zijn in de kerk, maar door de kennis van goed en kwaad te gebruiken, zonder God te vragen, zijn ze vleeselijk. Je hebt twee naturen waarmee je kunt identificeren als je wederom geboren bent. Je kunt je identificeren met het vlees en in dit geval zul je veroordeeld worden voor het doen van dode werken als je de waarheid hoort. Je kunt je ook identificeren met werken die je hebt gedaan door de Heilige Geest te gehoorzamen, beperkt tot een paar gebeurtenissen af en toe in je leven door genade. Kijk naar het resultaat van beide naturen en beslis aan welke natuur je je in de toekomst gaat overgeven. Gelaten 6, vers 1. Paulus schreef, broeders, indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat gij niet verzocht wordt. Slechte vrucht bevestigt dat je aan het denken was toen je had moeten luisteren in een periode van verleiding. Iedereen moet zich bekeren van het feit dat ze hun eigen gedachten gebruiken om beslissingen te nemen. Degenen die een leugen verdedigen omwille van hun eigen vlees worden heel snel boos. Om correctie te brengen moet je zachtmoedig zijn, want je zult zelfs in de verleiding komen om naar smoesjes te luisteren of het met leugens eens te zijn. Romeinen 8 vers 5 en 6. Paulus schreef, want die daar naar het vlees zijn, bedenken wat van het vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat van de geest is. Want het bedenken van het vlees is dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Een vleeselijk persoon wil God niet alles vragen en zal zijn recht verdedigen om zijn of haar eigen verstand te gebruiken. God heeft de mens
de vrije wil gegeven om vrijwillig voor hem te kiezen en niet te luisteren naar de versie van vrijheid van de duivel en opstandig te zijn. Jezus is de Heer, dus hij is de enige die bevoegd is om een beslissing te nemen. Spreuken 3 vers 5 en 6, Salomo schreef: vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Leef door geloof op basis van wat God beslist met zijn onfeilbare liefde voor jou. Je geest zal vernieuwd worden door God volledig vertrouwen en Gods wijsheid in alle situaties te ontvangen. Wie door geloof leeft, leunt niet op zijn eigen inzicht, want dat is het tegenovergestelde van op God vertrouwen. Je zult hem in al je wegen erkennen en geen dode werken meer doen, maar in plaats daarvan zijn volmaakte wil door uit genade door geloof doen. Spreuken 3 vers 7 en 8. Wees niet wijs in uw ogen, vrees de Heer en wijk van het kwade. Het zal een medicijn voor uw navel zijn en een bevochtiging voor uw beenderen. Wie wijs is in eigen ogen, ontkomt niet aan het kwaad. Ze eindigen in een vergulde gevangenis die ze zelf gemaakt hebben en dienen de duivel, net als de Joodse leiders die Christus hebben gekruisigd. Slechte werken laten alleen maar zien dat je je ook moet bekeren van dode werken. Het grotere omvat het mindere. Uit genade door geloof met het geschenk van eeuwig leven kun je jezelf nu verootmoedigen en God alles vragen en een antwoord krijgen. Als je wijs bent in je eigen ogen, zul je God niet vragen en in plaats daarvan op een weg belanden die goed lijkt. 2 Korintiërs 4 vers 5. Paulus zei, want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heere. En onszelf, dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. De evangelist Charles Grandison Finney, die leefde van 1792 tot 1875, was een Amerikaanse Presbyteriaanse minister en leider in de Second Great Awakening in de Verenigde Staten. God gebruikte hem om velen tot Christus te leiden. Charles Finney beschreef de navraagbijeenkomst als volgt. Het punt werd vaak bij iedereen aangedrongen om volledig in te stemmen met Jezus. Er werd hen verteld dat de enige moeilijkheid was om hun eigen eerlijke en oprechte toestemming te krijgen voor de voorwaarden waarop Christus hen zou redden. Er werd hen ook verteld dat ze de laagste voorwaarden moesten zoeken waarop ze mogelijk gered konden worden. Er werd moeite gedaan om de zondaar op te sluiten en Christus zijn hele wil, verzoening, officiële werk en officiële relaties te accepteren. Iedereen moest afstand doen van alle zonden, alle verontschuldigingen, alle ongeloof, alle hardheid van hart en alle slechte dingen in hart en leven hier, nu en voor altijd. Als je ongehoorzaam blijft aan de Heilige Geest, hoe zul je dan van de hemel genieten? De functionele heerschappij van Christus door gehoorzaamheid aan de Heilige Geest wordt tegenwoordig zelden gepredikt. Er is alleen een kort gebed nodig als je gebroken bent, aan het einde van je leven staat en een berouwvolle geest hebt. Elke optie die je toestaat om nog steeds heer van je eigen leven te zijn en hem gewoon heer te noemen, is geen verlossing. 2 Petrus 3 vers 8 en 9. Petrus schreef, doch deze ene zaak zij u niet onbekend geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaren als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. Als jij nog steeds excuses maakt om te zondigen, kan het lijken alsof God er 1000 jaar over doet. Maar je vertraagt jezelf omdat je je niet hebt bekeerd van dode werken. In deze laatste brief voor zijn dood schreef de apostel Petrus om één ding niet te vergeten.
Hij heeft het wel over het loon van de zonden en de heerschappij van Christus, maar aan het einde vermeldt hij hoe God het einde vanaf het begin ziet. Hij spreekt tot de uitverkorenen en vertelt hen dat God alles onder controle heeft en dat hij alles kan versnellen zodra je je bekeert van dode werken. Galaten 6 vers 7. Paulus zei, dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want wat de mens zaait, dat zal je ook maaien. God kan in extreme omstandigheden voor zijn doeleinden een uitzondering maken op elke geschreven regel. Het is beter om aan te nemen dat iedereen zal oogsten wat hij of zij in dit leven heeft gezaaid, tenzij hij of zich bekeert. Als je na het vlees zaait, kan God het oogsten van de gevolgen van de zonde uitstellen om je meer tijd te geven om je te bekeren. Je moet God vrezen. Hij is de rechter en laat niet met zich spotten. Paulus gaat verder. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien, maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Als het je niet bevalt wat je oogst, verandert dan je zaaien. Zaai door de Heilige Geest te gehoorzamen en je zult het eeuwig leven oogsten. Door het eeuwig leven zul je God beter leren kennen. Matthäus 25, vers 26 tot 30. Jezus vertelde, maar zijn Heer antwoordde, zeide tot hem, gij boze en luie dienstknecht, gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van daar vergader waar ik niet gestrooid heb. Zo moest gij dan mijn geld naar de wisselaars gedaan hebben en ik komende zou het mijne wederom genomen hebbende met winst. Neem dan van hem het talent af en geef het hem die de tien talenten heeft. Want een ieder die heeft, die zal gegeven worden. En het zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. En werp de onnutte dienstknecht uit de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Het woord zijn wordt vertaald als door het idee van uitbreiden verspreiden. Dat wil zeggen zaaien, letterlijk of figuurlijk. Zaad ontvangen. De goddeloze en luie dienaar werd in het buitenste duisternis geworpen. Als je niet bezig bent met de werken van God, ben jij ook lui. Je bent hierheen gestuurd met een taak. Bekeer je van dode werken en laat hem doen wat hij door je heen wil doen. Je zult oogsten wat hij door jou heen heeft kunnen zaaien en eeuwig leven oogsten. Als je zijn stem niet hoort en niet geleid wordt door de geest, hoe kun je dan zaaien voor de geest? Als je wederom geboren bent, begin dan God te zoeken naar opdrachten en instructies voordat de tijd om is. Jezus zei, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen of vijgen van distelen? Als je niet zaait, zal Jezus toch verzamelen bij het oordeel, omdat hij de Heer is. Heb berouw over je dode werken voordat het te laat is. God gaat zijn disselen verzamelen en ze in zijn koninkrijk zetten, zodat iedereen ze kan zien en kan zeggen, is dat niet mooi? Disselen zijn de vruchten van dode werken. Zaaien is een actie die je niet kunt doen zonder ook te oogsten. God schiep de mens om te heersen en hem te vertegenwoordigen, om iets goddelijks en volmaaks te zaaien, om de rest van de schepping te zegenen. Je wordt gezegend in dit proces en geniet meer van God als kanaal van zijn goedheid. Je oogst wat hij zaait door zijn goedheid die niet in jou is ontstaan, omdat Gods liefde is en niet egoïstisch. God is goed, maar de glorie gaat terug naar hem, omdat het zijn woord was. Het is een voorrecht om zijn goedheid door ons heen te laten stromen. Zaaien kan alleen in de geest door zijn instructies op te volgen vanuit een liefdesrelatie en zijn bevelen te gehoorzamen door geloof. Jezus zei, indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. Lees voor meer informatie over het hebben van het juiste motief het boek
hoe liefde groeit van Joseph Hitchcock. Het koninkrijk van God is nu, maar God dwingt niemand om te gehoorzamen, want dan zou het niet met de juiste motivatie zijn. 1 Korintiërs 10 vers 11. Paulus zegt dan: al deze dingen zijn hun overkomen tot voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing van ons op wie de einde der eeuwen gekomen is. Leer van het feit dat de Joden 40 jaar in de woestijn doorbrachten, terwijl ze diezelfde reis in 40 dagen hadden kunnen maken. Zij die de waarheid met hun eigen verstand verwerken, zullen uiteindelijk in kringetjes ronddraaien, net als de kinderen van Israël. De tijd gaat langzaam voorbij als je niet de lessen leert die je moet leren. Als je je bekeert van dode werken, gaat alles snel. Paulus schreef: want het is God die in u werkt het beide, het willen en het werken naar zijn welbehagen. De evangelist Charles Finley stak vaak zijn vinger in de bladzijde van een open Bijbel en begon te preken op een punt waar zijn vinger terecht kwam om een grote opwekking te veroorzaken. Hij wilde gewoon dat God zei wat hij wilde zeggen, en dat was alles. Gewoonlijk spreekte hij 2 tot 3 uur en het was zalvend. Psalm 51 vers 8. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgen maakt gij mij wijsheid bekend. Als Jezus de Heer van je leven is, dan leer je altijd op het juiste moment wat je moet leren. Wat je nu leert zal anderen helpen. Je bent de klei, niet de pottenbakker. Joseph Hitchcock waarschuwde me altijd dat ik eerst voor moest zorgen dat het woord mij veranderde en dat ik me eerst moest bekeren voordat ik anderen kon helpen. Romeinen 3 vers 4. Paulus schreef: dat zij verre. Door God zij waarachtig, maar alle mensen leugenachtig, zoals geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Charles Finney wist als advocaat in principe wat God wilde in termen van bekering van dode werken, maar hij kwelde in gebed omdat Gods wegen niet de wegen van de mens zijn. Hij wist dat met God niet te spotten viel en wilde Gods plannen niet dwarsbomen, maar probeerde te onderhandelen over Gods timing en een mogelijke oplossing namens de mensen door bekering van dode werken. Romeinen 11 vers 20. Paulus schreef: het is terecht, ze zijn door ongeloof afgebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hooggevoelend, maar vrees. God gebruikte ons niet voor grootste daden als we niet eerst bepaalde waarheden hebben geleerd. Ons motief moet bijvoorbeeld liefde zijn. De kinderen van Israël, behalve Jozua en Caleb, gingen het beloofde land niet binnen. Zelfs Mozes werd hoogmoedig en slaagde er niet in het land binnen te gaan, hoewel hij op dat moment de nederigste persoon op aarde was. 1 Korintiërs 9 vers 27, Paulus schreef: maar ik bedwing mijn lichaam en ik breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Ik heb tijdens mijn training een aantal harde lessen gehad, vooral toen ik mijn verstand gebruikte om de dingen van God te begrijpen. De correctie was soms pijnlijk, maar ik koos hiervoor in plaats van een schipbreukeling te worden. God gaat op de rem staan als je niet hebt geleerd wat je nu moet leren. Zoek God ijverig en werk aan je verlossing met vrezen en beven. We lezen Genesis 1 vers 27 en 28. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen en God zeide tot hen: wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. En vervult de aarde, en onderwerp haar, en heb heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over alle gedierte dat op de aarde kruipt. Het plan was dat de aarde geheel geregeerd zou worden door zijn woord via de mensheid, en niet
dat de mens zou regeren. God zegende Adam en Eva voor de val van de mensen, toen er nog een band was tussen God en de mens. Het plan om de aarde te vermenigvuldigen en te onderwerpen is bijna 6000 jaar uitgesteld vanwege de zonde, om iedereen de kans te geven de vrucht van hun inspanningen te zien en zich te bekeren. Paulus schreef, door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien, en hij werd niet gevonden, daarom dat God hem weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij Goden behaagde. De tijd is voor ons geschapen zodat we ons kunnen bekeren van dode werken, voordat het te laat is. Voor de zondvloed leefde de mens veel langer, zodat hij tijd had om met vallen en opstaan te leren en zich te bekeren van dode werken. Elke vorm van communicatie is geldig als je op zoek bent naar gerechtigheid. Enoch leerde de juiste lessen in de tijd die hij kreeg. Jezus zegt, maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en alle deze dingen zullen u toegeworpen worden. Als je Jezus wilt horen, leren kennen en volgen, kan ik je boek aanraden, Mijn schapen horen mijn stem. Als je een nieuwe start wil maken en op een smalle pad wil komen, dagelijks in de geest wil zaaien, volledige verlossing en vrijheid wilt ervaren door regelmatige bekering, dan kan ik je het boek aanbevelen, Wakker worden, de tijd raken op, deel 1. Als je geestelijk wilt opgroeien, niet aasgezind wilt zijn en tot wasdom wilt komen, kan ik je het boek aanraden, Wakker worden, de tijd raken op, deel 2. Accepteer geen namaakversie van het christendom die gebaseerd is op religieuze dode werken waarbij je jezelf niet dagelijks hoeft te verloochenen en je kruis hoeft op te nemen. Je moet ervoor zorgen dat je op de smalle weg komt. De brede weg die naar het verderf leidt ziet er goed uit. Er staat een bord met de tekst erop, deze kant op naar de hemel. En veel goedbedoelende goede mensen die naar de kerk gaan, bevinden zich op de brede weg. Als je weet dat je de waarheid hebt weerstaan en je wilt weten waarom, kan ik je het boek aanbevelen, The Guilt of Prison. Alle boeken zijn geschreven door Joseph Hitchcock. Vandaag heb ik met jullie gesproken over bekering van dode werken. Laat ik voor je bidden, Vader in de hemel. We danken voor deze boodschap en voor iedereen die heeft geluisterd naar deze boodschap. En hier moeten ze beginnen. Ze moeten met niks komen. En ik weet dat u ze kunt gebruiken. Ook al zijn we hulpeloos, maar we zijn gewillig. En u kunt uw mensen voorbereiden voor de laatste tijd van groot werk te doen. Maar ze moeten komen en uw woord te geloven. En geloven dat u bent wie u zegt dat u bent. En dat u de enige bent die het juiste werk kan doen. En de dingen die u wilt doen door ons heen. En dat u kunt ze gebruiken. Omdat u de Heer bent. Vader, ik bid voor degenen die naar deze boodschap hebben geluisterd. Dat ze zich echt bekeren van alles, van dode werken. En laat hun zien. In Jezus' naam. Amen. Er is een website vermeld met contactgegevens, telefoon en e-mail. God zegen en bedankt voor het luisteren.